In 1962 ben ik gaan regisseren bij de AVRO. En ik kreeg op een gegeven moment de opdracht van Ger Luchtenburg, die was programmadirecteur. En die had al twee shows van Toon Hermans zelf geregisseerd. En plotseling was het weer het jaar daarna, kwam die en zei: Theo, jij gaat Toon Hermans dus doen. Dus ik werd voorgesteld aan Toon en dat was zo, ah, nou Hermans, ja leuk, nou later werd het dan Toon en Theo. En ja, hij had overal, hij was aanwezig, hij moest alles weten, tot in de puntjes. Repeteren was repeteren. Als ik dit doe, wat voor shot heb je dan? Als ik dit doe, wat voor shot heb ik dan? Ik loop nu daarheen. Laat eens even zien. En hij keek mee op de monitor of je er wel goed volgde en dat soort dingen. Alles was er. Licht was heel erg belangrijk bij Toon. En dan in zwart met een wit hemd. Moet je net in de periode dus komen met zwart-wit televisie. Dus je kan begrijpen wat er gebeurde. Op een gegeven moment zei techniek tegen Matteo, moet je eens luisteren, dat witte hemd, dat is killing voor ons. Daar kunnen we niks mee. Dus ik dacht, nou, dan een ander kleur hemd, een beige hemd, dat wordt toch wel wit. Dus ik kwam bij Toon in de kleedkamer, kan je voorstellen. Ik zei, god Deun, ik heb een probleem. Oh, en wat is dat? Ik zeg, dat hemd, dat is niet goed. Wat is er fout met mijn hemden? Ik zei, het is te wit en dat contrast van zwart met wit, dat... We komen er met techniek niet dus uit. Is het mogelijk om een soort beige hemd? Wat denk je wel, beige hemd? Deze hemden worden speciaal voor mij gemaakt. Zeg, kom, ik ga geen een beige hemd. Waar moet ik die vandaan halen? En trouwens doe ik dus niet aan. Nou, dus weer terug naar techniek. Ik zei, jongens, dat lukt dus niet. Dan bleef er nog één ding over in die tijd. Daar hadden we ervaring mee. En dat was namelijk, als je wit naar beneden wil halen in een zwart, dan moet je dat wit in de thee dompelen. Dat noemen ze dan even het hemd in de thee, even in laten trekken, keurig weer opstrijken, hemd aan. En als je dan kijkt, is het inderdaad zwart-wit. Dus werkelijk, dat werkt. Dus ik terug naar Toon, kijk voor, in die kleedkamer. Toon, we hebben een oplossing. Ah, goed, wat doen we? Ik zei, nou, als ik twee hemden van je mag hebben, want elk voorstelling was een twee hemden, dan doen we die even in de thee. Pardon? Weet je hoe duur deze hemden zijn? Dus ze tonen alsjeblieft. Dat wordt echt goed. Wij hebben ervaring mee en zo. Een beetje mijn hemden in de thee gooien. Wat bekeert jullie? Nou, lang verhaal kort. Ik kreeg twee hemden mee in de thee. De kleedster helemaal keurig. Ik klaar, de kanten klaargemaakt. En toen kwam het, hè. Ja, wat zegt Rietje ervan? Weet je hoe dat was? Nou, ik zei, Rietje vindt het prachtig, joh. Nou, zodoende hebben we dat. Dus heeft hij dat hemd aan gedaan. Maar nou, komt het mooie. Dat is de artiest. De grootsheid van een artiest. We gaan s'avonds die opname dus in. En daar zit dus het moment in dat hij zichzelf aan het publiek een beetje voorstelt. In de zin van, nou, mijn schoenen zijn ook nog niet het allermooiste wat er is. En dat been, en dan zag je een wit been. Dat lijkt wel gips. Maar mijn pak is wel aardig. Vindt u mijn pak aardig? Ja. Moet je eens kijken, mooi Colbert. En dat, aan de binnenkant was het rood. Dus nou, en zo, prachtig. Hij zegt, en dit is iets heel speciaals, dit hemd. Dit is een T-shirt. Nou, de zaal lachte sowieso. Maar voor ons, in de wagen, ik kwam niet meer bij. Ik zei, Terry, hoe bedenkt dit? Dat was zijn T-shirt. Hoe iemand meteen daar een brug naar maakte. En eigenlijk de ellende van de repetitie die daarvoor zat, met hemden die niet goed waren enzovoort. Vanaf dat moment heeft hij de rest van het programma altijd, tijdens de opname, altijd gezegd. Dit is mijn T-shirt. Tuba is dat. Dat heet zo, tuba. Dat is heel klassiek. En Shakespeare heeft al gezegd, tuba or not tuba. Huh?